heerlijk, hè? Oh, heerlijk, dit. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik dacht, ja, we kunnen niet beter beginnen dan gewoon even lekker in de zitzak. Toch? Ja, zeker. Het is hard werken, dus je moet je er wel een beetje mentaal op voorbereiden. Nou ja, op zich kunnen we de uitzending hier maken. Ja, we kunnen hier gewoon de hele dag blijven zitten en gewoon mensen oproepen dat ze hier naartoe komen. Ja, maar dat gaan we niet doen. Kom op, wat gaan we doen? Nou, dan gaan we toch gewoon opstaan. Dat is altijd het moeilijkste gedeelte, hè, uit een zitzak. Nee hoor, omhoog. Moet je opletten. Zo. Oh, dit stuk ligt nog een stuk lekkerder dan zo net. Ja, hè? Nou, nou blijf jij zo. Even op. Ta-ta-ta-ta. Ja hoor, daar gaat ze. Misschien vang ik nog wel een wilde van. Hé, leuk man. Oh, wat lief. Kijk nou. Oh, dit is dan mooi als beeld. Ja. Oh. Ja, ik moest hier even voor uitstappen. Dit ziet er toch zo schattig uit. Ja, hallo. Zit je op een paard? Paard. Ja, een paard. Ja, dat is wel veiliger dan een gewoon paard. Dat is veiliger dan een gewoon paard, ja. Dan reden jullie hier langs en toen dacht hij van... Nee, loop me. Ik woon hier vlakbij. En zit hij wel vaker op dat paard? Hij zit er wel vaker op, jawel. Hij was vanmorgen om 6:30 al wakker. En een mooie wat, hè? Half zes. Dus hij kwam logeren bij u? Hij kwam bij u, ja. Moet ik hem ons werk vandoor en rustig of zo. Oh, en hoe is dat dan met je kleinzoon? Ah, mooi. Ja, dat is feest. Jazeker. Ja. Staat er een lees? Taxi of zo, wie ben je? Wie ben jij? Scheepsjongen. Oh, dit is een scheepsjager. Ja. Met een paard. Helemaal erop komt. Oké, ja, dat is scheepsjager. Die vrouw van Veendam, trouwens hier de wildervaking in, hè? Ja. Nou, veel plezier nog, hè, op dat paard. Oeh, zijn camera dichtbij. Mooi. Doeg. Misschien kunnen we snel naar de overkant. Oh ja. Want die brug gaat open. Ho. Wacht. Ja, we redden het. Zo. Maar weet je hoe deze brug heet? Geen idee. Scheepsjoggersbrug. Aha. Hey. Goedemorgen. Mooi. Werd u net een beetje boos dat wij de brug nog overrenden? Nee. Oh, oké. Okay. Oh, dat gebeurt wel vaker, hoor. Oh, oké. Okay. Morgen. Hoi. Wat vindt u echt het leukste aan dit werk? Bij de collega's en zo, bij je lak net ook. Ja. Het plezier is wel een beetje weg. Ja, nu wel, ja. Dat zou wel jaar wel, ja. Maar hoe komt dat dan? Oh, weet ik niet. Ja, laatste jaar misschien, hè. Daarna je maatwachten. Maar ik heb ook een mooi tijdje gedaan, hè. Pekel. Eigenlijk bent u er gewoon klaar mee. Ja, een beetje wel, ja. Dat is wel veranderd, hè. Ja. Maar hoe lang doe je het al? Nou, ik al het al van mijn 17 er al. Zo, dat is. Dat is heel lang. Nou, en hier is net, 7. 8 jaar nou, een beetje hier in Veendam. Wat maakt het dan dat u dit nog wel steeds doet na zoveel jaar? De collega's en zo. Van collega's, echt? Ja. Ja, daar is het gewoon gezellig mee. Ja, gezellig, een beetje laken. Ja. Ja, ik zie daar ook een beetje rekening aan, eigenlijk. Ja. Als we de bedieningen zo bekijken, wel een beetje flauw gaan. Dan moeten we maar even naar die collega's, dan moeten die wel heel leuk zijn. Erop, hoor. Ja, hè? Nou, gaan we daarin mee. Gaan we even heel snel even kijken, yes. Mooi. Ik sprak hem net en ik vond hem toch wel een beetje... Ja, hij had er niet meer zoveel zin in. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt. Hij zei van... Valt het wel mee? Nou, hij zei wel van, ik blijf hier gewoon, omdat mijn collega's nog zo leuk zijn. Toen dacht ik, nou, dan moeten jullie wel heel leuk zijn. Is toch ook zo? Is zo? Natuurlijk. Ja? Tuurlijk. Maar hebben jullie het er wel met elkaar over dat hij zegt van, nou, ik heb gewoon geen zin in, moet je hem dan echt even oppeppen? Nee, hij heeft elke dag wel zin in, dat wel, maar af en toe zegt hij al een keer iets anders, zou ook leuk zijn. Ja, en dat gaat hij volgens mij doen, hè? Dit is zijn laatste jaar, zegt hij. Of geloof ik? Denk het niet. Denk het niet? Denk je dat hij toch blijft plakken? Denk ik wel. Ja, waardoor jullie dan, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja. Hoe lang doe jij het al? 2 jaar. 2 jaar. Kijk, dat scheelt alweer. Ja, toch? Ja. Want wat maakt het voor jou zo leuk, het werk? Lekker vrij, ja. Lekker buiten. Vrijheid. Ja. Dat is toch een mooi werk. Ja, maar volgens mij hebben jullie het wel leuk met elkaar. Jawel, zeker wel. Ja, hè? Jawel. Nou ja, jij houdt het nog wel vol.
Ik wel. Ja, zeker wel. Ja, ik vind het er zo mooi uitzien, hè? Met z'n tweeën zo op zo'n tandem. Ja, leuk, hè? We zagen jullie zeggen, oh nee, hè? Oh nee, hè? Dat is mijn vraag, van waarom niet naast elkaar? Waarom op een tandem? Omdat het makkelijker is voor mij. Ik verlies mijn balans. U heeft een bepaalde ziekte, waardoor u dus een last heeft van uw evenwicht. Precies. Ja. Je rijdt door het Groningenland ook, hè, op de weg. Maar op de fiets zie je veel meer. En het is ook gezelliger zo, hè? Ja, als je los van elkaar fiets, dan... Dan moet je af en toe uit elkaar. En dan... Maar nu hebben jullie wel wat te kletsen dan. Ja, zeker wel. Ja, ja. Na al die jaren nog steeds. Ja, na hoeveel jaar dan? Nou, ik denk dat we elkaar een jaar of 45 nog wel kennen. Ja? En ja, 40 jaar getrouwd, 37, 38 jaar. Dus ja. Ik zie ook dat jullie ervan genieten. Ja, ja. En wat prachtig weer gaat, hè? Ja, jongen, zeker. Jongen, hele week zon. Ja, nou mooi. Geweldig. Hoi. You're stuck like a melody. Zo, je was enthousiast. Boven Pekel. Waarom zijn we hier? We kregen een tip. Ja. Er is een ezel geboren hier. Oh, zo leuk. Hey, klein ezeltje. Dat is een hond, neem ik aan. Ik hoor wel honden. Oh, kijk eens. Het hek gaat al open. Ja, ik hoor allemaal honden blaffen, maar volgens mij heb je hier ook een ezel. Ja, we hebben er wel 12. 12? Ja. Jeetje, oké. Okay. We fokken mini-ezels en er zijn 2 weken geleden is het laatste veulentje geboren. Oh. Oh, oh kijk, daar is hij al aangelopen. Oh. Ach. Kijk nou. Hallo. Hallo. Ja. Ja, hij zit helemaal onder het zand. Ja, ze houden van rollen. Ze houden van rollen. Een vieze ezel is een blije ezel, zeggen ze altijd. Ja. Ja. Oh, hier. Dat is de kleinste. Dat, die is net heel enthousiast aangerend. Oh, wat schattig. Lucy heet ze. Het zijn gewoon net eigenlijk grote honden. Ze zijn heel slim. Iedereen roept altijd een ezel is eigenwijs. Maar dat is niet zo. Ze zijn gewoon heel voorzichtig. En hoe is dat dan ooit begonnen? Want je begon gewoon met 1. Nou, we begonnen met 2, waarvan er 1 zwanger was. En toen dachten we, oh, dat is eigenlijk wel leuk. Ik denk, nou, 2, weet je wel. Maar het is een beetje alsof met... Ja, met chips, weet je. Je kan eigenlijk niet meer stoppen. Nou ja, en zie hoe leuk. En wat vinden jullie ervan, jongens? Gewoon elke dag lekker bij de ezeltjes zitten, lekker knuffelen. Ja? Doe je dat elke dag? Ja. Nou, 's ochtends als ze dan al buiten staan en je kijkt uit je raam, heel soms dan komen ze wel eens langs en dan kun je ze knuffelen. Dus eerst schrik ze natuurlijk, want dan vragen ze zich af waar de hand vandaan komt. Maar over het algemeen is het wel erg leuk dat ze gewoon even komen kijken. Maar we komen natuurlijk voor de kleintje, hè? Nou, kunnen die ook het pakken? Lukt dat ook, zo'n ezel dan pakken? Oh, pakken? Hij is natuurlijk enorm, moest kijken. Hij is best wel wild, hè? Speels. Ja, kijk nou. Ja, maar hoe mooi is dat? Dat hij gewoon, we noemen hem Speedy, of niet? Speedy, hij wil eigenlijk Speedy moeten doen. Kijk nou. Oh, ik vind het hartstikke leuk dit. Ja, hij is gewoon super, super blij. Maar ik kan me dat ook voorstellen, want hij groeit gewoon op in zo'n hele... Zou je hem even oppakken? Ja, maar dat was de bedoeling, toch? Ik niet. Ja, ik ben benieuwd. Oh, ja. Hoe ga je dat doen? Hè? Ja. Oh. Ik ga even voor afstand. Ja, ik ook met de microfoon. Ja. Oeh. Nou, wat schattig. Ja, ik wil hem al even aan. Ja. Och, kijk nou. Ja. Doei. Jan.
Wakeboarden. Wakeboardwedstrijden. Ja. Wakeboarden zo met zo'n... Zo'n grote plank. Zoiets, ja. Of zo. Hoppakee. Het is mooi om te zien wat het capriolen die ze uithalen. Je hebt hier toch wel de top van Nederland zo'n beetje staan. En voor de mensen die aan de kant staan, die helemaal niks van wakeboarden weten, is het gewoon leuk om te zien. Ja, want ze moeten over schansen springen. Ja, daar krijgen ze allemaal punten voor. En hoe moeilijker de schansen, hoe moeilijker de truc die ze doen, hoe meer punten dat ze krijgen. Maar je gaat zo meteen wel? Ja, we gaan zo meteen. Heel leuk. Het is mijn eerste wedstrijd dus. Spannend? Een beetje. Ik heb wel vaker wedstrijden gedaan. Ja, en hoe ging dat toen? Bij een NK was ik vierde geworden. Wat goed. En waar kom je vandaan? Uit Best. Bij Brabant. Ah ja, dat hoorde ik al een beetje. Ja, dat is ver weg, hè? En hoe lang doe je dit al? Wakeboarden? Bijna 2 jaar. Oh, er gebeurt van alles hier. Gewoon met 1 hand, hè, Jan? Ja, heerlijk. Moet dat kijken. Zou ik niet kunnen, hoor. Kijk nou. Hoppakee. Veel succes. Oh, concentreren, hè? Nou, pas op. Oh. Ja. En was een goede start? Zeker weten. Zeker weten. Ja? Ja. Hij is weg, ja. Ja, ik zal hem. Maar het rondje begint daar achter, zeg maar, de hele run. Dus de start doet er niet eens toe. Je moet alleen niet vallen. Nou, ik vind dit al heel knap. Ik zal hier al niet blijven staan. Nee. Jawel, dat komt wel goed. En zwaai je nog even gewoon. Er gaat zoiets spannends gebeuren, Jan. Ja. Straks komt er, zo noemen ze dat, een heart attack. Dat moet jij gewoon zien, dat moet jij filmen. Ik wil want geen gaat heart heel... attack. Nee, ik ook niet. Heart attack! Heart attack! Heart attack! Heart attack! Heart attack! Kom op jongens, ik hoor jullie niet! Heart attack! Heart attack! Gaat hij het doen? Ja! Wat een spektakel. Dit was een heart attack. Yo, Brabantse jongetje, ja. Ja. Nou, nu sta je hier. Voel je dan ook een beetje de zenuwen al? Beetje. Ik was net bij de kwalificaties eerste. Wat goed van jou. Maar wat vind je hier nou zo leuk aan? Beker winnen en ja. Nou, Petra. Het begon net heel hard te regenen. Hier is het droog in het busje. Dus hier is het droog. Ik dacht even met Matthijs bellen. Mooi Matthijs. Mooi, het is hier op de redactie ook droog. Nou, dat meen je niet. Wat ja, goed. Dat meen ik wel. En dan komt er nog wat binnen. Zeker, ik heb wel wat leuks voor je. Het is dit weekend namelijk dorpsfeest in Meerstad. Gisteren hadden ze een zeskamp, maar vandaag, en dat vond ik eigenlijk wel extra leuk voor jou, is er een vliegerfestival. Kan jij een beetje vliegen? Geen idee. Heb je nooit gevliegerd? Nou, jawel, vroeger wel. Maar in mijn herinnering ging ik altijd zo heen en weer. En dan vroeg ik me altijd af, hoort dit nou zo? En dan ging een stukje beter de lucht in. Ja, is dat nou de sport of moet je hem echt zo recht mogelijk houden? Ik zou het gewoon proberen als ik jou was. Nou, dan gaan we even kijken. Gaan we even kijken, precies. Ja, leuk. Later. Later. Jojo, super doei. Mooi! Klopt. Ja, dat hebben jullie goed gezien. Jullie houden ons goed in de gaten. Ja, jullie goed in de gaten. Ja, inderdaad. Waar komen jullie vandaan? Westerbroek. En we wonen nu hier. Dit is nog maar heel kort opgeleverd. 25 juni was de eerste oplevering. En daarna hadden we nog een maand om de boel een beetje netjes te maken. En Nou, wonen we hier. En hoe bevalt het? Prima. Ja? Ik zou nooit meer terug willen. Echt niet? Nee. En hoe lang hebben jullie in Westerbroek gewoond? 63 jaar. Oh, meent u? Ja. Dat zei hij niet, maar ik wel. Ook wat korter. Nu wat korter. Ja, iets van 40, hè? Ja, zoiets. Ja. Oh.
Dat is al lang genoeg, toch? Maar hoe kan dat dan, dat dan na zoveel jaar Westerbroek... Ja, op een gegeven moment is het klaar. Dan wil je wat anders. Je woont ver overal vandaan. Je wordt wat behulpzamer. Je moet... Dwarslazy. Dwarslazy? Een dwarslazy, halve dwarslazy. Oh, hoe is dus, dat zo gekomen? Nou ja. Ja. Prostaatkanker. Jee. Maar u loopt wel? Ja, ik loop wel, ja. Ik moet wel, ja. Daar heb ik therapie voor gehad en dat soort zaken. 6, 9 weken in het ziekenhuis alleen met elkaar. Ach jee. Nou, wat knap dat u er dan zo bij loopt. En dat jullie het zo fijn hebben hier in Hoogezand. Ja, fantastisch. Ja. We hebben overal alles dichtbij. Ja. Het winkelcentrum is dichtbij. Het gezondheidscentrum, maar ook niet onbelangrijk is, is dichtbij. En nou ja, we hebben een ideaal plekje. Is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Op weg naar Meerstad. Ja, het ziet er al goed, hè? Daarachter. Ja, en ze blijven ook gewoon allemaal rustig hangen. Wat dacht je dan? Ja, in mijn beleving gingen ze altijd gewoon zo heen en weer. Ja, bij jou, Petra. Dat deed ik niet goed, denk ik. Ik zie dat er allemaal gewoon vliegers aan touwen hangen. Eigenlijk kan je er gewoon dus bij zitten. Heb je een touw aan je stoel. Bijvoorbeeld. Ja. En dan kijken, denk ik. En dan kijken. Ja. Oké. Nee, ik had het meer in de sport verwacht. Ja, meer met je handen en zo aan het werk. Ja, precies. Zo. Hoi. Hallo. Hoi. Ja, zo is vliegeren op zich wel makkelijk, hè? Aan je trekhaak vastbinden. Ja. Je moet het niet vasthouden, dat wil hij niet. Nee? Er zit te veel kracht op. Dan vlieg jij mee de lucht in. Er komt gewoon 800 kilo trekkracht op. Deze nog niet hoor, maar de grotere wel hoor. Ja, want het zijn best wel grote inderdaad. Dat zijn lifters. Dat zijn lifters, ja. Zo noem je dat. Zo noemen we dat. Ze kunnen die kwallen, die van mij, die kunnen uit zichzelf vliegen. Maar zo aan de lijn blijft het stabieler. Mooi. Hallo. Hi. Ja, jij doet het echte werk, hè? Je houdt hem gewoon zelf vast. Lukt het een beetje? Ik heb hem nog geen één keer zien vallen, jouw vliegen. Jij kan het hartstikke goed. Oh, wat gebeurt er? Oh, je moet opletten. Ja. Die is voor jou dus, ja, die kwal. Ik leid jou een beetje af, hè? Hoe kwam je op het idee om een vliegerfestival te organiseren? Nou, we hebben hier natuurlijk in Meerstad jarenlang een ballonfiesta gehad. Ja. Dat kon helaas niet meer doorgaan. Dus we hadden zoiets van, we moeten iets anders gaan verzinnen. En wat hebben we? Wind. Ja. En wat kun je dan met wind? En dat is vliegeren. Lukt het allemaal met de draak? Ja, we zijn even aan het kijken of die nog wat hoger moet. Of dat het, hoe die het beste vliegt. Ja. Want de wind is niet heel stabiel, dus het zakt nog wel eens een keer naar beneden helaas. Het hangt wel allemaal in de lucht verder hoor. Ja, het ziet er mooi absoluut uit. Ja. We hebben ook wel eens vliegfestivals en er is er helemaal geen wind en dan wil het echt niet. Nee, en dan? Ja, dan niks. Dan ligt alles op de grond. Ja, dan hebben we hier toch nog mazzel mee. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Moet oma helpen hem in de lucht te gooien? Ja, oma heeft helemaal geen verstand. Nou, dan gaan we even kijken hoe dat gaat. Ik heb het nog nooit gedaan. Gewoon in de lucht gooien, toch? Ja. Ja? Ja? Oh ja. Pas op! Oh nee! Nou, dat is het. Oh! Kijk achter je! Waar is hij? Hij is daar. Ik zie hem. Oh, daar. Hij is gevaarlijk, joh. Ah, ik ga hem bij je achter, hoor. Dan ben ik veilig. Dus, nee, maar dit zei ik ook. Dit verwachtte ik ook van het vliegeren. Dat hij een beetje zo in de weer ging. Maar... Ja, oh, wel? Ja, volgens mij wel. Maar
Het lijkt gevaarlijk, joh. Het is gevaarlijk, ja. Zou ik het één keer mogen proberen? Ja. Dat ik het één keer van jou overneem? Oma staat er weer klaar voor. Oh. Ja. Oh. Wat moet ik doen? Deze. Ja? Rode moet in de linkerhand. Oma staat er klaar voor. Okay. Ik neem hem vast afscheid. Ja. Ja. Dit was expeditie. Ah. Ja, ja, ja. Waar is hij? Nee. Oh, oh. Even opnieuw. Niet aantrekken, zwaar, gewoon. Hè? Gewoon strak houden. Nou. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken. Oh ja, daar gaat hij. Ja. Oh ja. Oh, ja, ja. Oh, ho, ho. Geen mensen gelaten. Nou, maar ik geef het op. Sorry.